Heel goed. Niet op je hand. Goedemorgen, het is maandag. Oh, ik zou even zo gaan staan. En als ik dan het nog scherp stel. Ja. Mama. En dit is de eerste dag. Nee, maar ik had even geen licht. Daar zeggen. En die is nog heel snel aan het eten, want we moeten echt over 3 minuten de deur uit. Dit is de eerste ochtend van de week dat we samen zijn. Dus ik ben deze week alleenstaande moeder. En eerst zijn we naar school en daarna ga ik bezig naar mijn... Kom lekker uit mijn woorden deze ochtend. Daarna ga ik verder aan mijn project. Dat heb ik gisteren al een beetje uitgelegd. Kijk maar hoe mooi dit is. Ja, maar schatje, hap even. Want we moeten echt de deur uit. Nou, ik ga even mijn laatste spullen pakken. En dan gaan we. Zie je de poes? Poes, maar we hebben geen tijd. Want je hebt een beetje langzaam gedaan. Ik zie wel echt een kitten. Ja, ik zie een kitten. Ik weet trouwens nog steeds niet wat ik van Sarah de combi vind. Dit heeft ze zelf zo uitgekozen. Kom, loop hem op, anders komen we te laat. Kijk, poes. Ja. En ik loop weer met mijn fiets, want dan kan ik daarna wel op de fiets door. Maar ik heb natuurlijk nog steeds geen kinderzitje. Zelfs op school boodschappen zijn gedaan, dus ik zet nu even thee. En daarna ga ik... Zo, de zon is wel lekker. Maar wel heel veel. Eerst even gewoon huishouden doen en daarna beginnen met mijn grote opruiming. Ik heb een paar kleine dingetjes die ik nu sowieso af wil hebben. En daarna ga ik even kijken wat ik vandaag voor tijd heb voor zeg maar, een grote project. Maar ja, als je elke keer overal kleine dingetjes doet, dan kan ik vanzelf nog dat het anders is. Zo ga ik dus beginnen aan... Alle kastjes één voor één leeghalen, doorzoeken en alles weg wat niet bewaard hoeft te worden. Hier heb ik allemaal vazen en potten en het staat ook allemaal door elkaar. Omdat het gewoon niet past in de kast ervoor, is echt heel erg. Dus het is even voorzichtig leeghalen. Ik denk tegen de tijd dat ik leeg heb dat ik het moet. Maar dan zet ik het gewoon even voor nu op tafel en dan als ik terugkom, kan ik daarmee verder. So, let's do this. Komt echt een hoop rommel uit zo'n kastje. Alle vazen, bloempotten, dit zijn ook bloempotten, maar die horen bij elkaar. Daar nog kleintjes. Ik heb nog allemaal moestuintjes, moet ik ook maar eens met Sarah gaan doen. Vergeetmenietjes, klavertjes. Deze waren over van ons trouwen, want sommige mensen hadden hem niet meegekregen. Er was wat fout gegaan. Nou, dit gebruik ik wel vaak voor mijn orchidees nog. En dit is nog versiering wat niet bij de andere versiering past, maar dat moet ik ook maar anders op gaan ruimen nu. Maar ik moet nu echt eerst Sarah de lunch gaan maken. Want ik heb ook overblijf vandaag. Geef ik het nooit van tevoren mee, dan maak ik het altijd vers. Dat is toch net wat lekkerder. En daarna, als ik terugkom, ga ik kijken wat er weg kan. En ik wil het ook eigenlijk niet meer in die kast. Ik wil die kast gewoon leeg. Dus ik moet ook echt even gaan uitvissen hoe ik dat ga doen. Ik ben weer thuis en nu moet ik dus gaan kijken wat ik hier allemaal mee doe. En nou baal ik wel een beetje, want ik heb daar die kast en daar wil ik het liefst alles in. Maar die is nog niet uitgezocht. En ik wil heel veel dingen verplaatsen. Dus ik moet echt even nadenken hoe ik dat wil gaan doen. Of ik moet gewoon alle kasten allemaal leeg trekken en dan alles gaan indelen. Maar als het dan weer niet past, kom ik dan weer niet uit. Even een kortsluiting momentje. Nou, ik ga in ieder geval denk ik eerst hier eruit halen wat... gewoon niet bewaard moet worden en dan even verder kijken wat er dan nog overblijft. Ik ben alweer onderweg Sarah ophalen. Oh, het waait echt heel hard. En ik ben erachter gekomen waarom het me elke keer niet lukt. Ik wil gewoon te veel tegelijk doen.
ik wil en opruimen, wegdoen en reorganiseren. Dat werkt niet, daardoor loop ik vast. Dus ik ga nu gewoon eerst wegdoen, wegdoen, wegdoen en daarna reorganiseren. Ik heb hier een klein guppie die een beetje gek omheen aan het rennen is opgehaald. Ben je verstopt? Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Ze heeft het warm, ze heeft echt de broek opgestoopt, de jas uitgedaan, alles. Maar het moet zeggen, best wel warm ook. Oh, trouwens, je zit met je schoen op de bank. Ik zet de camera aan en ik heb het door. Dat was niet de bedoeling. Wat ik wil zeggen, Sarah is lief lekker aan het kleuren. Dus dan kan mama nog even verder. Yay! Ik heb geen zin meer vandaag. Maar ik heb wel echt al heel veel dingetjes weggedaan. Want alles wat weg hiervan is, is weg. Ik heb een spraakgebrek vandaag. Dus ik ga dit voor nu in de kast zetten. Want dit wil ik voor nu houden. En ik denk dat ik echt wel een derde hiervan allemaal weg heb gedaan. En misschien als ik het dan dadelijk ga reorganiseren, dat er nog meer weggaat. Maar voor nu gaat dit dan in ieder geval in de kast. En de rest, ja, lekker opgeruimd. En dan ga ik nog even kijken voor de volgende kast. Want ik mag natuurlijk zo ook weer eten gaan maken. En helaas kan ik dat nu niet afschrijven, Marco. Lekker eten. Ik heb mie gemaakt met broccoli, ui, bosui en van alles. Dat is een hele gezonde. Mie. Ja, het is mie. Jij noemt het Bami broccoli. En dat eet ik gezellig met deze. En die heeft een grote mensenbord met een grote mensenglas. Dus ze voelt zich zo'n grote meid. Niet meer. Nee. Mag ik hier mijn eten op doen? Je wil je Bami op je kroepboek. Dan moet je een grotere pakken, want die is wel heel klein. Dan lukt dat niet zo. Of wil je alleen de broccoli erop? Heel goed. Niet op je hand. Ja, je kan ook je kroepboek... oh jeetje. En het was zo goed bedoeld. Gelukt. Ja, zeker. Tijdens het koken al wat binnengekregen. Maar toen was ik natuurlijk even druk. Oh, is dat niet goed? Ik heb mijn optideebestelling binnen. Nou had ik niet heel veel besteld. Maar ik ben binnenkort gastvrouw, dus ik heb nog wat dingetjes erbij. Dit zijn mijn ramendoeken. Die heb ik dus besteld. Dit moet ramen schoonmaken het makkelijkste ter wereld maken. En ik heb het gezien. Hier ben ik zo verschrikkelijk enthousiast over. En wat heb ik er nog bij gekregen? Een washandje van Optidee. Nou, dat kan nooit kwaad. Deze ben ik ook wel echt heel erg benieuwd naar. Dit is een make-up reinigingsdoek. En dan zou je dus met alleen water je make-up kunnen reinigen en je gezicht kunnen reinigen. Ik ben echt wel heel benieuwd naar deze. Ik zal hem vanavond, als ik het niet vergeet, uittesten. En nog gewoon een schoonmaakdoekje. Een poetsdoek. Zeg erg, ik voel me wel echt oud worden. Dat ik gewoon echt enthousiast word. Schoonmaakdoekje tegenwoordig. Deze ben ik wel echt benieuwd naar. Want dit had ik, kijk, die doekjes, dit wist ik. Nou, een washand had ik wel gezien. Maar ja, dat is gewoon een washandje. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Maar niet bijzonder. Maar deze had ik eigenlijk toen niet gezien. Niks over gehoord. Nou, deze ben ik ook wel echt heel benieuwd. Dus ik ben er blij mee. En ik ga gewoon even beginnen met mijn ramen. Want hier heb ik wel zin in. Nou, heeft Marco natuurlijk gisteren in de buitenkant gedaan. Maar ik heb bij de tuindeur van die kleine losraampjes. Waar je dus niet met een trekker of wat dan ook in kan. Dus daar vind ik dit sowieso al ideaal voor. Want bij dit heb je dus geen trekker nodig. En je doet het dus na met die doek. En alleen met water. Nou, dan zijn we ook nog goed bezig voor het milieu. Het is ook, ja, het lijkt een beetje microvezel. Het voelt net iets anders. En dit is dan de polijstdoek. En dat voelt ook wel weer anders. Ja, ik kan het niet uitleggen. Dan moet je het ook echt zien. Nou, ik heb hele mooie afdrukjes van Sarah op het raam. Dus dat ga ik nu even doen. En dan kunnen jullie het zo zien. Nou, we zijn echt een minuut verder. En ze zijn gewoon helemaal schoon. Dit heb ik weer. Kijk hoe heet dit water is. Ik schenk het in en die beker, die klapt gewoon terwijl ik hem inschenk. Echt net niet erover, want het ging echt heel hard. Ik weet niet eens waar die geklapt is. Ik kan het niet eens zien. Oh hier. Zo, ik schrik me echt net helemaal kapot. Ik heb even een vlog geëdit. Die staat nu te renderen, want het is nog best wel op tijd. Dat vind ik wel echt, als je in je eentje bent, ben je zoveel productiever. En dat is precies waarom ik deze week wil doen wat ik aan het doen ben. Ik ga nu even wat popcorn maken en dan ga ik gewoon nog even wat uitzoeken en opruimen. En ja, even kijken hoe ver ik nog kom, want daarna ga ik natuurlijk lekker naar bed. Deze leuke vriend dacht dus ook,
Ik kom precies nu je alleen bent. Hij is wel lekker sterk. Maar goed, jullie snappen hem. Deze tas is vast gevuld. Dat gaat morgen allemaal weg. Oké, ik had beloofd dat ik dit reinigingsdoekje ging uitproberen. Op die deodorantproducten moet je nat maken. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit mijn make-up er gaat afhalen. Want ik ben altijd gewend dat je producten daarbij gebruikt. Maar ik moet ook zeggen dat dat vaak wel harder is natuurlijk voor je huid. Nou, je moet natuurlijk geen waterproof make-up op hebben. So far, so good. En ik moet zeggen dat het heel zacht aan mijn huid voelt. Ik vind normaal met watjes of reinigingsdoekjes dat je dat best wel heel erg voelt. Van mijn huid gaat er altijd wel een beetje van irriteren. Dus kijk, als ik een schoon stukje gebruik, wat die er dan nu nog afhaalt. Hij blijft ze gewoon afhalen. En toen kwam er niks meer af. Jee, en even ook uittesten. Hoe goed dit er dan weer uit de doekjes voelt. En dus of je hem dan elke dag moet wassen of dat het daar, ja, het voelt dus niet heel goed uit je doekje, moet ik zeggen. En zo verschrikkelijk veel mascara had ik ook niet op vandaag. Kijk, je doekje blijft dus wel zo. Dus dan moet je er wel een aantal hebben. Maar aan de andere kant, als je er dan een aantal hebt, je zou een doekje 1000 keer moeten kunnen gebruiken. Dus stel je hebt de 10. Je moet elke keer kunnen wassen, ben je eigenlijk gewoon voor de rest van je leven klaar of zo. Nou heb ik pas zelf in maart weer een op CD-dag. Dus als ik er meer van wil hebben, duurt dat nog even. En wat ik wel trouwens het fijne vind, als je zo'n doekje gebruikt, je gooit dus ook geen watjes of zo meer weg dan. Want je wast gewoon. Dus het is ook wel weer beter voor het milieu. Wassen is toch wel minder belastend, zeg maar. Zeker aangezien die doekjes zo klein zijn. Je mag ze ook niet op kookwas wassen of zo. Ik geloof max 40 graden. Dus ze kunnen dan met je gewone was mee. En het is ook niet dat je daar extra veel van gaat wassen. Ja, ook je huid reinigt die echt wel goed, want ik zie echt wel dat het heel schoon wordt ervan. Dus ja, ik moet zeggen, ik ben fan. Ik vind het echt een mega aanrader. Ik ga wel gelijk de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!